Ja, we mogen het niet verhalen. Ja, dat is een eindje, dat weten we. Ja. Waarom kiest u dan voor maaltijdseks? Omdat het, maar ik heb het al gezegd, voor ons is dat echt een kwaliteit, niet voor ons. Voor de bewoners is dat echt een kwaliteit. Die mensen zitten nogmaals in een wachtkamersituatie. En zelf je boodschappen kunnen doen, zelf je potje kunnen koken. Geeft enorm veel terug aan die mensen. Geeft ze weer een gevoel van verantwoordelijkheid. Een gevoel van richting. U moet zich verder rekenstappen van geven. Alles wat verder zijn organiseert is materieel. Hè? Dus, mevrouw had het over zeepjes. Zeepjes, we zullen er voldoende in huis halen. Zeepjes moeten ze vragen aan verder zien. Wc-papier moeten ze vragen aan verder zien. Waarom geen warenhuis op het asiel? Goede tip, als u commerciële plannen heeft. Verderzien is niet commercieel met een winkel. Maar ik zal erover spreken. Als er mensen zijn die dichterbij een winkel openen, dan zal er volgens mij. Er is een winkel op Paardenstrand, hoor. Er is een winkel op Paardenstrand. In het klein kasteeltje in Brussel, waar 844 mensen gehuisvest zijn, zijn er 110 medewerkers voorzien. Hier op het Paardenstrand zullen we straks 954 mensen gehuisvest worden. En u spreekt over 35 medewerkers. Kan ik dat toelichten? Ja, dat kan ik toelichten. Allereerst, het klein kasteel, we zijn het er een beetje minder. Maar goed, daar wil ik niet met u over debatteren. U heeft gelijk, het is een stuk meer dan we hiervoor zien. U moet hier rekenen dat nogmaals die maaltijdchecks daar een impact op hebben. Dus we hebben keukenpersoneel, cateringmensen in de centra waar we... waar we die maaltijdchecks niet hebben. Verder hebben we de beveiligingsfirma. Ik spreek nu over twee mensen. Ik heb gezegd dat we dat zullen opvoeren naar gelang de capaciteit ook opgevoerd wordt. Als u dat omrekent naar het personeelsinzet, dan spreekt u over minimaal twee mensen dag en nacht. Moet je al 13 mensen voor in dienst hebben. Dus stel dat verder zich dat zelf zou doen, kunt u plus 13 rekenen. Technisch onderhoud. Technisch onderhoud op de site, dat is een detail. Maar laten wij het doen en zit mee in het contract, hoeven we niet zelf te doen. We hebben geen technisch onderhoudspersoneel. Het zijn een aantal van die zaken die ik u meegeef, die maken.